Wij weten het, jij zat al vooraf in de entertainment, maar dat is ook wel iets waar dat je nog wel verder in wil doorgroeien. Ja, als ik elk weekend ergens mijn ding kan doen en de mensen kan laten lachen en waar dat er eventueel wat te veel bier kan gedronken worden en waar dat mensen de polonaise kunnen doen, ja, dat zou ontzettend leuk zijn. Toen dat corona juist binnenkwam, had ik elk weekend bijna 1 of 2 boekingen en dan is dat toen allemaal in het water gevallen. Nu in december had ik ook in heel december 7 boekingen, dat was dan ook al gecanceld. Dus ik ben wel klaar voor terug elk weekend te zingen. De 7e mei is mijn eerste optreden en dan komen er wel wat leuke dingen terug aan. Zeker. En waar is het te doen, Christophe, jouw eerste optreden? Ja, dat is hoe noemt dat daar? De Pijp in Braschaat hebben ze mij geboekt. En dan volgende week trouwens ook opnames voor het Cultuurkanaal. Ze hebben mij gecontacteerd voor daar een paar video's op te nemen. Dus ik hoop dat ik dan al een preview van mijn 2 nieuwe nummers kan geven, maar het moet eerst volledig in orde zijn voordat we dat de wereld uitsturen, natuurlijk. Ja.